Dag aan alle maagden, welkom voor jullie horoscoop voor maagd voor december, de laatste maand van het jaar, december 2016. En het is voor de maagd eigenlijk al sinds oktober een zeer interessante periode. Je hebt nog steeds Jupiter in je tweede huis, Jupiter de planeet van expansie. Nu, wat belangrijk is voor december is dat je nog steeds die zelfexpressie, dat die zo heel belangrijk is. Mercurius komt samen met Pluto, Mercurius jouw heerser, komt samen met Pluto in het vijfde huis van de zelfexpressie. Dus het geldt nog meer dan normaal om je eigen zegje te doen, te zeggen waar het op staat. En te nemen, nu andere mensen kunnen daarop goed reageren of slecht reageren, maar het gaat om de waarheid. De waarheid is heel belangrijk om die niet weg te steken gedurende de maand december voor iedereen, maar in het bijzonder voor jou ook. Omdat je het gevoel gaat hebben dat je dat niet langer kan verbergen, die waarheid. Een ander positief aspect is Saturnus driehoek Uranus. Wat is dat? Saturnus is de planeet van grenzen, Uranus is de planeet van innovatie en die maken een goed aspect en voor jou speelt zich dit af in de waterhuizen, in de emotionele huizen. Als Saturnus en Uranus samenkomen, wil dat zeggen dat je vaak het oude behoudt en het nieuwe ook toepast. Dus dat je een beetje een mix bent van conservatisme, maar aan de andere kant ook progressie maakt. En voor jou speelt zich dat dus af in het vierde huis van je thuis, van je familie, maar ook in het achtste huis waarden van anderen. Dus een aantal mensen, natuurlijk dit zijn al algemene horoscopen, maar een aantal mensen zullen misschien samen met hun geliefde grond kopen of een huis kopen. Nog anderen zullen misschien een bepaalde erfenis krijgen. Nog anderen zullen misschien hun verzekeringen laten uitbetalen of whatever. Maar op een emotioneel niveau is het zeer standvastig, is het zeer emotioneel stabiel. En dat is zelfs voor de maagden, en zeker voor de maagden ook, geen slecht nieuws. Voilà, dat was het. In december, vrij stabiele maand voor maagden, in het algemeen natuurlijk. En onthoud, wees jezelf. Dat lijkt zo simpel, maar het is het niet. Bedankt voor het kijken. Ik bedankt ook voor de steun en de support voor het ganse jaar. En tot volgend jaar.